Welkom op een bijzonder moment. We staan hier voor het eerst, of we zitten hier voor het eerst, op een tribune hier op de Hoge Velde. Weliswaar een tijdelijke van Tribunes at Home. Maar goed, het geeft ons wel al een beeld op wat we komend jaar mogen verwachten. Het is natuurlijk niet de enige reden waarom we hier zitten. We gaan ook eventjes terugblikken op het voorbije seizoen en ook al eens eventjes vooruitkijken op wat volgend seizoen moet brengen. En we, dan bedoel ik Erik van Meijer, Frank Koenen en Bart de Rover. Heren, fijn om hier eens te zitten, hè? Dag Valentijn, ja, het is mooi. Het is de eerste keer dat we hier... Ik heb hier al een paar keer geweest, komen schuppen, helemaal in het begin. Maar het is de eerste keer, ik moet zeggen, het is immens groot. Dus ik ben er wel van verschoten. Ja, heel veelbelovend. Ja, als we zien hier die boom vlak achter jullie. Dat moet de toekomstige middenstip worden. Ik hoop dat we dikwijls mogen gebruiken als we gescoord hebben. Nu goed, 2 weken geen voetbal op dit moment. Ook voor jullie niet? 2 weken geen voetbal op dit moment? Ik denk dat voor ons altaar voetbal is. Het grote ergernis van onze vrouwen dikwijls. Want die zeggen nu van... Het is nu eindelijk gedaan en je bent nog elke dag bezig met voetbal. Ik denk dat dat voor ons gedrie wel telt. Dus wij komen nog regelmatig samen voor van alle dingen te bespreken. Dus jouw transferperiode is ook volop bezig. Dus ja, voor ons stopt het eigenlijk nooit. Nee. Bart, dat geldt ook voor jou. Je blijft bezig. Je bent ook al spelers aan brieven rond Strava en andere apps, hoor ik. Ja, maar dat is al richting de voorbereiding. Dus we gaan nu nog even 2 à 3 weken de rust bewaren. En zoals Frank zegt, met Erik en Frank nog heel veel spelers zien en proberen nog jongens aan te trekken voor volgend seizoen. En dan met Strava en Runkeeper en de Polar gegevens. Dat komt pas binnen 2-3 weken als de loopsessies beginnen. En we beginnen pas 30 juli met de effectieve trainingen. Nu goed, ja, het seizoen eindigde 2 weken geleden. Om eerlijk te zijn, een klein beetje in de mineur. Hè. Met een 1-9 misten we net de eindronde. Hoe kijken jullie daar nu 2 weken later op terug? Ja, ontgoocheld, sorry. Ja, ontgoocheld, ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, de ontgoocheling was heel groot. Omdat je 3 wedstrijden voor het einde stond eigenlijk nog virtueel op een promotieplaats. En dan geef je het op 3 wedstrijden geef je het totaal allemaal weg. Zelfs niet alleen de promotie, maar ook nog de eindronde. Dus op dat vlak was het natuurlijk een ontgoocheling ook. Omdat ook de eerste keer in ons club bestaan dat we eigenlijk buiten de prijzen vallen. En dat voor het seizoen de doelstelling was van de eindronde te behalen. Dus op dat vlak was het toch wel even slikken. Ja, en zeker de voorlaatste wedstrijd tegen Diegem. Dat je aan de rust toch met 1-0 voor staat en je eigenlijk alles in eigen handen hebt. En dan hebben we dat toch nog kunnen durven weggeven. En dat was voor mij de zwaarste ontgoocheling. En dan moet je nog de batterij terug gaan opladen voor die laatste wedstrijd. En dat hebben we helaas niet kunnen doen. We zijn nog goed teruggekomen tot 2-2. Ook al een zeer matige wedstrijd. En dan komen we op 2-2 en denken we, oké, we gaan in die flow blijven. En dan krijg je natuurlijk het derde doelpunt tegen en dan is de veer geknapt. Ja, je bent daar in de rust zal het daar niet gezellig geweest zijn in de kleedkamer, kan ik me voorstellen, op Beerschot. Je bent daar ook nog gewisseld naar een 4-3-3, ja, toch iets in een ander systeem gaan spelen om dat blok toch open te krijgen. Hè? Ja, oké. Je staat achteraan de rust en dan moet je iets proberen. Eventueel andere jongens inbrengen of een ander systeem gaan spelen. En oké, dat is ons in het eerste kwartier van de tweede helft wel gelukt. En dan krijg je natuurlijk iedereen terug mee in het verhaal. Maar het was niet constant genoeg en we moeten eerlijk zijn. We hebben daar absoluut geen goede partij gespeeld. En zoals Frank net zei, we hebben de doelstelling niet behaald. En dan is die frustratie, of dan komt het emotionele. De emoties komen dan boven na de wedstrijd. En zeker ook in de spelersgroep, niet alleen bij het bestuur en bij de begeleiding, bij de spelers, ook bij de supporters, heel begrijpelijk. En, maar dat is, voor mij was de wedstrijd tegen Diegem nog zwaarder. Ben je toch even geschrokken van de reactie van de supporters na die wedstrijd op Beerschot? Ik ben zo snel schrik je niet als je zo lang in het voetbal zit. En ik zeg net, de emotie en de reacties zijn heel begrijpelijk. Dus maar ik vind het altijd... Terecht, onterecht, dat laat ik even buiten beschouwing. Maar je moet altijd een groep, ik sta voor mijn groep en ik blijf mijn groep steunen tot de laatste minuut. Ik denk dat het belangrijk is dat je die emotie niet mocht laten omschakelen in agressiviteit. Ik denk dat hoort absoluut niet bij onze club. We waren ook ontgoocheld en in het begin hebben we heel weinig gezegd tegen elkaar. Iedereen moet dat op zijn eigen manier proberen te verwerken.
De ontgoocheling was extreem groot, hè, omdat je inderdaad de eerste keer, zoals Frank zegt, niet bij de prijzen bent. En ik vond uiteindelijk de reactie van de supporters vond ik wel oké, op een paar jongens na. Zij waren ook ontgoocheld en terecht, maar ik denk dat we in een fase zitten dat niemand dit had verwacht en dat niemand dit ook niet bewust doet. Hè. Ik denk dat als je in die kleedkamer kwam, dan zag je hoe groot die ontgoocheling was en dan iedereen zat met zijn kop tussen zijn benen van welke kans hebben we hier laten liggen. En dan, nu kunnen we daar een klein beetje beter over, ik heb het al een beetje verwerkt. En nu zijn we dus bezig, oké, wat hebben we gemankeerd, wat hebben we volgend jaar nodig? Wat moeten we doen om deze situatie niet meer mee te maken? Ik denk, want dat willen we geen een van allemaal niet meer. Ja, je mag ook niet vergeten, Valentijn, dus in de winterstop met, in januari stonden we in de middenmoot. Daarna hebben we een goede remonte kunnen maken. Dus zeker na City Pirates hebben we heel duidelijk met de groep een gesprek gehad, ook met Frank en Erik erbij. En dan hebben we toch een goede periode gehad dat je met een constante ploeg kon spelen, dat we toch 7 van de 8 wedstrijden gewonnen hebben. En toen was iedereen weer, we kunnen het nog halen. Toen was iedereen in de volledige euforie. Dus en zo zie je maar dat de emotie tussen euforie en een nederlaag, dat heel, heel bepalend kan zijn. Dus, maar je moet je nooit laten leiden door emotie. Zeker niet als club zijnde. Ja, dat was inderdaad een van de vragen die ik ook nog voorhanden had. In januari was eigenlijk het geloof bij iedereen al wel wat gekelderd. Je stond 9e. En dan komt daar op een gegeven moment, ik denk dat de klik misschien komt in de wedstrijd thuis tegen Capelle? Oké, zo 1 wedstrijd gaan vastleggen, dat is moeilijk. Dus maar je mag ook niet vergeten, de eerste ronde is heel wisselvallig geweest. We hebben ook nooit 2 wedstrijden achter elkaar met hetzelfde basisteam kunnen spelen. Dus, ik ga eigenlijk een beetje verder, Valentijn. Als je kijkt naar het vorige seizoen, hebben we een superjaar gekend. Met de eindronde, herinner je nog de thuiswedstrijd tegen Belicia met de strafschoppen. Dat was fenomenaal, heel veel volk, iedereen, het kon niet op. Hè. Dus, en de periode, de zomerstop, zoals we zeggen, is eigenlijk vrij kort geweest. En dan bedoel ik niet op het fysieke vlak, absoluut niet. Dus maar toen hebben we al moeilijkheden of toch vraagtekens gehad om te zeggen, nu moeten we die groep terug in gang zetten, want het is bijna half juli. En die periode was te kort. Je mag ook niet vergeten, we zijn allemaal werkende jongens. En dan die combinatie met het voetbal. Dus je eist veel van je spelers en van entourage. Hè, dus, en dan mag je toch niet vergeten dat je dan enkel maar na 3 weken en je moet terug beginnen met je loopschema's. Dat vond ik al te kort. Dus, en dan zijn we eigenlijk al op een minpunt gestart aan die voorbereiding. Dus, en dan voel je dat bij je jongens. En dan moet je daar een klein beetje rekening mee houden aan de eerste trainingen. En dan begin je die competitie. Dus, en voor mij was de meest ontgoochelende wedstrijd eigenlijk de allereerste wedstrijd. Dus thuis tegen Hades, waar je eigenlijk vrij goed tot heel goed speelt met veel kansen. Je scoort niet of je komt niet tot scoren. In de laatste, ik denk, 6e, 7e minuut voor tijd dat je dat doelpunt slikt. En dan is het een cruciaal moment geweest van oei, wat nu? Dus en dat weerspiegelt eigenlijk heel uw eerste ronde. Dus want daarna krijg je de wedstrijd op Diegem en je kan ze allemaal voor de geest halen. Dus de laatste minuut krijg je daar een strafschop. Hè, die wordt gemist. En voor hetzelfde geld krijg je daar op een diefje met 1-2 winnen. En dan ziet de eerste ronde er totaal anders uit. Dus want je blijft altijd op de flow van je eerste 4-5 wedstrijden. Als je dan je eerste evaluatie maakt, dan blijf je altijd op die flow verder gaan de volledige ronde. Die ontgoocheling van die eindronde die speelt in het hoofd mentaal en fysiek uiteraard ook. Als je ziet dat de laatste match toen Peffer op 50% was, hè, tegen, wat was het ook, tegen Tubeke. Ja, dan pakken we die een domme goal, want uiteindelijk heb je daar een grote kans om verder te gaan en dan weet je nog niet wat er gebeurt. Dus die ontgoocheling was even groot dan het fysieke leed dat er eigenlijk is geweest. En dat pakte mee in het volgende seizoen. En het had misschien anders kunnen lopen, maar ja goed, we moeten daar, nu hebben we een lange voorbereiding, dus nu kunnen we er niks meer over zeggen. Er waren ook uitzonderlijk veel blessures dit jaar, kleine kwaaltjes, bij de andere soms wel wat grotere. Dat zorgt er inderdaad voor dat je heel veel moet gaan schuiven en dat is niet altijd even makkelijk in een reeks als de onze, waar je toch niet met een kern van 20, 25 spelers kan gaan spelen. Hè? Ja, ik denk dat een van de hoofdzaken is geweest, dat we de doelstelling nemen kunnen halen. Het is al begonnen eigenlijk voor de competitie, dus we hadden Jason van Achteren aangetrokken. Dat was eigenlijk een vrij robuuste centrale verdediger, of zelfs een rij daarvoor.
En die heeft dan in een, ja, een amateurtoernooike eigenlijk privé, in het tussenseizoen zijn gevriesbanden van zijn enkel gescheurd. En er is eigenlijk, ja, die heeft de voorbereiding nog wel wat minuten gemaakt. En dan zag je al van, hè, zoals op Zwarte Leeuw en de eerste helft op Heist. Dan zag je al wel dat dat een versterking was. Zeker in ons verdedigend compartiment. Dus eigenlijk toen is het al gevallen, begonnen en het heeft eigenlijk nooit meer gestopt. Hè. Dus Balbi is uitgevallen tegen Lille. Ja, Seppe Kiel is uitgevallen op City Pirates. Dan Matthias Schils op Berghem. Ja, het is Mats uitgevallen tegen Tongeren, zijn vinger uit de kom. En dan hebben we nog Koen Wuits, die 4 weken aan de kant heeft gestaan met een scheur in de nieren. Dus ja... Je mag het niet vergeten. En Jason, van, Jason Adesanya. We hebben ook 6 weken moeten missen met zijn met blessure. Dus dan ja, Jordi Peffer. Ja, ook niet van de minste. Hè. Ik bedoel, allee, gelijk, met alle respect naar al de rest toe, maar gelijk Matthias Schils en Seppe Kiel, dat zijn misschien wel bij de betere middenvelders van onze reeks. Ja, als je die dan een derde van de competitie moet missen, dat doe je niet onbestraft natuurlijk. En ik denk dat dat ook wel een van de oorzaken is dat we... Dat we op het einde allemaal een beetje op ons stansvlees zaten. Langs de andere kant is het ook zo. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Dus er zijn nu een aantal jonge gasten die daar sneller dan voorzien hun kansen hebben gekregen en minuten hebben gemaakt. En ja, die hebben dat ook goed gedaan. Dus dat is voor ons is dat wel, dan wel een pluspunt met al het negatieve dat er is bijgekomen eigenlijk. Als je inderdaad ziet, een Bent en een Paco schuiven nu ook door. Het zijn jongens die echt wel kansen hebben gekregen dit seizoen en die ook wel gegrepen hebben, denk ik. Ja, in principe was dat veel sneller dan verwacht. Hè? Want we hadden die misschien na dit seizoen willen doorschuiven. Maar ja, door alle blessures is dat veel rapper gegaan. En ik moet zeggen dat zeker Bent heeft veel wedstrijden gespeeld. Voor zijn eerste seizoen heeft er ook goed gedaan. In een positie die niet de zijne was, want hij is een verdedigende middenvelder. Dat was niet zo evident. En ja, dat is een beetje het voordeel dat je hebt als je veel blessures hebt, dat er andere jongens aan de oppervlakte komen. Maar ja, het is wel natuurlijk zeer spijtig, want dat je de laatste wedstrijd moesten we 4 of 5 spelers missen. Je hebt 2 kruisbanden op een seizoen met Elio en Sepper en het was allemaal een beetje van het goede te veel. Bart, ik herinner me nog het allereerste gesprek dat wij ooit hadden. Meer dan 2 jaar geleden, voor een volle coronaperiode, toen jij zei van kijk, in deze reeks ligt alles heel kort bij elkaar. Ik denk dat we daar dit jaar het levende bewijs ook van gezien hebben. Hè? Ja, absoluut. Dus heel veel ploegen zijn al elkaar gewaagd. En dat zal voor ons seizoen niet anders zijn. We hebben net nog gehad over al bepaalde transfers die al gebeurd zijn bij andere ploegen. En dan zie je maar dat de concurrentie hoe langer hoe groter wordt. Maar het komt erop neer dus dat je altijd in je eigen team een goed blok moet kunnen vormen, een goede formatie moet kunnen vormen. En dat je daar gewoon bepaalde spelers die daar de surplus aan kunnen geven. Dus, en daar zijn we met 3, heel de club is daar naar op zoek. En ik hoop dat we die bepalende spelers nog aan kant kunnen krijgen. Dus, want je mag niet vergeten dat Seppe Kiel met zijn blessure, dat zal pas naar november, december zijn. Elio zal iets vroeger zijn, hopelijk. Matthias Schils gaat fit zijn. Dus, we hebben altijd goed gewerkt met de jongens die dan die 7 op 8 wedstrijden toch gewonnen hebben. Daar waren die 3 jongens er ook niet bij. Dus we hebben een hele goede periode gekend. En dan is daar op een gegeven moment die kentering gekomen dat je op Racing Mechelen die 2-0 krijgt. En dan moet je dat terug gaan herstellen thuis tegen Diegem. En ja, dan dat zit allemaal. Ja, alles valt als puzzelstukjes wel in elkaar als je heel het seizoen gaat overlopen. Ja, en ook de portie geluk, hè, wat we vorig jaar wel hadden. Viel bijvoorbeeld, ik herinner mij 1 wedstrijd, de inhaalwedstrijd in volle winterperiode tegen Belicia op woensdagavond. Daar hebben we eigenlijk de wedstrijd volledig in handen. En daar krijgen we in de laatste 5-6 minuten, denk ik, een doelpunt. Ja, een genadeslag eigenlijk tegen. Maar Valentijn, over het hele seizoen gezien. Hebben iets minder efficiëntie, zowel defensief als offensief, zonder verwijten naar eender welke speler, hebben gewoon iets te weinig efficiëntie aan de dag kunnen leggen. Dus, en ik blijf erbij, dus we hebben niet beter of minder goed gevoetbald dan vorig seizoen, absoluut niet. Dus ik heb zelfs het gevoel dat we met momenten veel beter gevoetbald hebben en veel beter in de combinatie. Misschien is het ook deels door het kunstgrasveld,
zal er ook wel mee te maken hebben. Maar ik vind dat wij absoluut niet slecht gespeeld hebben. Enkel, en dat blijft er altijd bij, resultaten bepalen alles en we hebben de doelstelling niet behaald. Punt. Ja, we bewijzen ook de statistieken, denk ik wel. We zijn er de cijfers toch even gaan bijhalen. Vorig seizoen 52 doelpunten, wel in een reeks met twee ploegen minder uiteraard. Dit jaar 64. Dat getuigt niet van een echt minder jaar gehad hebben. Hè. We hebben er straks nog even samen met drieën gezeten. En Erik houdt ook altijd alle cijfers bij. Dus heb ik nog gezegd van uiteindelijk hebben we de tweede meeste golen na turnout. De meeste golen gemokt van de reeks. Doelpunten tegen, denk de zesde of zo, denk ik dat we staan. Maar Erik kan misschien beter een beetje verduidelijken. Die houdt zo echt zo de moment, het laatste kwartier, het eerste kwartier. En dat was wel opmerkelijk, denk ik. Ja, dat we de laatste 15 minuten toch wel veel goals maken. Okay, maar we incasseren er ook veel. Dat is het grote verschil met vorig jaar, denk ik. Okay, er zijn vier matchen meer. Hè, we waren twee ploegen meer. Maar we hebben veel te veel tegengoals gehad. Voorsprong die we hadden, die we uiteindelijk nog weggeven. Dat zijn allemaal cruciale punten. Ik vorig jaar 11 tegengoals uit en nu waren het er 29. Dus dat is eigenlijk wel een groot verschil. Dat heeft te maken met inderdaad dat je niet altijd met diezelfde ploeg kan spelen. Vorig jaar de eerste periode gepakt. Ik denk van die 10 matchen 9 keer met dezelfde ploeg. Zonder Jarik Schaassens, want die was toen nog geblesseerd. Ja, dan creëer je automatisme. Nu is het altijd een beetje schuiven. Spelers zitten op een plaats die niet de zijne zijn. Dus, het lijken wel allemaal mooie excuses, dat is zo, maar de statistieken bewijzen er wel heel veel van. Ja, en we hebben ook tegen de top 5 te weinig punten gepakt en tegen de laatste 3 ook te weinig punten. Maar je hebt wel vooruitgang gezien in het spel. Ik denk bijvoorbeeld aan vanuit de achterlijn oprukken en dat daar wel wat meer variatie in zit dan pakweg in het begin van het seizoen. Ja, maar je blijft altijd afhankelijk van... het type speler, het profiel van speler dat je ter beschikking hebt en de kwaliteit van de spelers. Dus want dat wij een goed voetballende ploeg zijn, dat hebben we meermaals bewezen. Maar ik blijf zo bij Valentijn, het komt neer altijd op offensieve en defensieve efficiëntie. Je haalde het net al aan, het kunstgrasveld was dit jaar het verschil. Bekijken jullie dat na één jaar als een positief iets? Ik veronderstel van wel, wetende wat de geschiedenis in Berlaar ons al... Ja, gebracht heeft. Ik vind van wel. Ik vind dat je op bepaalde momenten dat het heel hard aan het regenen was. Dat we 2 jaar geleden dachten van gaat de wedstrijd doorgaan, ja of nee. Reden ons tegen Hoogstraten. Hè. Dat was dramatisch. Dat probleem was nu weg. Dus ik moet zeggen dat kunstgrasveld ons wel ligt. Dat is ook iets waar je toch wel rekening houdt met nieuwe spelers. Van, dat je er toch meer technische spelers... Het is wel voor 1 jaar nog in Berlaar. Maar houdt er wel rekening mee. Je ziet ook dat spelers daar anders mee omgaan. Hè. Dat sommige spelers houden ervan en anderen niet. Maar ik moet zeggen dat het probleem was niet thuis. Hè. We hebben thuis bijna evenveel punten gehaald als vorig seizoen. Dus het was vooral op verplaatsing dat het grote verschil was. Als stel je de vraag natuurlijk naar het kunstgrasveld, prima. Daar hebben we heel goed op gepresteerd in principe. Alleen is zo met blessures, dan bedoel ik de kruisbandblessures, 2 keer wel op kunstgras. Elio en Seppe. Ja, het zijn twee zware blessures uiteraard die wel het seizoen van die speler in kwestie eigenlijk helemaal hypothekeren. Als we toch gaan kijken inderdaad naar dit seizoen toe, dat is afgelopen. Laten we even vooruit kijken. Er is al een vrij drukke transferperiode achter de rug. Heel wat ervaren jongens verlaten de club. Hoe kijken jullie terug op het vertrek van een Jarik, van een Quetton, om er nu maar 2 te noemen, een Quinten van Goylen, een Kieron de Wilde en Jiri Struijf? Zijn toch allemaal jongens die dit jaar heel veel minuten gemaakt hebben? Ja, dat is er een van, Frank. Ja, uiteindelijk jongens die vertrekken, dat is altijd jammer. Je hebt altijd verschillende gevallen natuurlijk. Gelijk Quinten, als je als jonge gast een reeks hoger kunt gaan voetballen en ook heel kort bij huis, ja, dan gun ik die dat ook wel 100%. En ik hoop echt dat die dat daar heel goed gaat doen. Het is altijd een beetje komen en gaan. Hè. En ik denk dat wij al verschillende jaren met een vrij stabiele ploeg spelen. Hè. Er zijn nog altijd jongens die in de tijd met Lira kampioen zijn gespeeld. Dat is ondertussen al 6 jaar geleden.
die nu nog altijd bij ons spelen. Dus ik denk dat op dat vlak het bij ons allemaal wel redelijk wat meevalt. En ja, op een bepaald moment moet je toch wel eens ook doorselecteren. En moet er eens een beetje nieuw bloed komen en een nieuwe wind. En wat nieuw engagement, dat er terug wat leven komt. Dus dat er geen, hoe moet ik dat zeggen, niet te veel constante is tussen de spelersgroep. Dus ik denk op dat vlak dat dat misschien wel een goed moment is dat er eens wat nieuw bloed komt. Ik denk sowieso van Jarik en Dimas en Quinten, die hebben het heel ver gespeeld, want die hebben ons ingelicht en gezegd van oké, ik ben met die ploeg aan het praten. En de kans is groot dat ik er naartoe ga. En die hebben het ook mooi afgerond. Voor andere spelers had ik dat anders gezien. Er waren er ook twee na 30 april die zijn vertrokken. Dus dan kunnen eigenlijk niet echt een vervanging zoeken. Dat vond ik wel heel spijtig. Maar goed, iedereen doet wat hij denkt dat het beste is voor hem. Ik denk dat spelers zoals Geita en Jarik dat die enorm zijn voor ons, belangrijk zijn voor onze ervaring. En ja, Geita die zit er misschien wel het allerlangste bij. Ja. He, die gaan nu dichter bij huis spelen. En dan moeten we dat accepteren en dan moeten we er al iemand anders voor zoeken. Ja, het is wat Frank ook gezegd heeft. Op een gegeven moment komt er een heel nieuw, geen volledig nieuwe ploeg natuurlijk, maar veel nieuwe spelers. En je bent aan het einde van een cyclus. Zo moet je het bekijken. Dus en nu moet de club terug vers bloed aanhalen. Dus en nu is de uitdaging om daar hele goede vervangers voor te vinden. En je moet niet spreken, oké, we hebben heel goed samengewerkt met die spelers. Dat is voorbij. Ze hebben andere keuzes gemaakt. En nu moeten we weer keihard doorgaan naar de voorbereiding van volgend seizoen. In elke linie werd er ondertussen al iemand bijgehaald. Heel veel lokale jongens waar de club echt wel heel veel belang aan hecht. Ik denk dat er heel wat jongens bij zitten met potentieel inderdaad. Het is een mooie combinatie van echt jonge jongens die net komen piepen op het hoogste niveau of in een A-elftal. Dan jongens die eigenlijk echt nu wel rijp moeten zijn om zich te tonen. Ja, dat klopt. En zoals gezegd, de club hecht daar heel veel belang aan van lokale jongens. En in dit geval, als we zien, de drie jongens die van Kempenzone komen, met Sel Teunen, Lennart Leemans en dan Jelle Somers. Ja. Dat zijn toch wel drie jongens die al een stap verder staan dan jongens die uit onze eigen jeugdwerking komen. Omdat dat niveau gewoon veel hoger ligt. Dat zijn ook jongens die trainen met een A-kern in Lier. Dus daar verwachten wij wel heel veel van eigenlijk. Die hebben ook allemaal een goede basis, een heel degelijke opleiding gehad. Gelijk Sel, die heeft 5 jaar bij PSV Eindhoven gezeten. Dus dat zijn echt mannen waar ik eigenlijk heel veel van verwacht. Ja. Ja, dan hebben we het nog over... Ja, zeg maar Bart. Nee, ja, en dan hebben we nog Thomas Meldermans natuurlijk. En die heeft ook een heel seizoen op ons niveau al meegespeeld bij Beerschot. En langs de andere kant is het ook een beetje te hopen dat onze vriend Joppe Smits, dat hij eigenlijk een blessurevrij seizoen mag meespelen. Dus want daar hebben we nog iets te weinig van kunnen zien, maar het zit er wel in. We moeten er alleen nog kunnen uithalen en we moeten kunnen tonen door een paar maanden aan een stuk blessurevrij te zijn. En dan zijn we misschien de belangrijkste transfer nog vergeten. Matthias Schils die blijft is echt wel een versterking voor de kernen. Ik denk dat Matthias dat op zeer korte periode heeft bewezen. Hij heeft de start een beetje gemist, omdat hij inderdaad te weinig trainingsarbeid had bij Lokeren. En heeft een paar weken oud geweest, maar de wedstrijd die hij gespeeld heeft voor zijn blessure op Berchem, denk ik dat Matthias een ongelooflijke aanwinst is. Dus dat heeft lang geduurd en Frank heeft daar echt heel veel tijd in gestoken. En we zijn allemaal heel blij dat hij bij ons blijft. Voor zelfs een langere periode, denk ik. Ja, 2 jaar plus optie. Dus dat is voor ons een enorme aanwinst. En we zijn nog iemand vergeten, hè, Valentin? Charles Quateng inderdaad, die er ook bij komt. Ja. Dus dat is iemand die jij goed kent, hè, Erik? Ja, vroeger van de academie. Hij was bij Jean-Marc Guillaume Academie. Was niet echt bij de titularissen die gekomen is bij het toenmalige Lierse. Maar jongen kon wel ongelooflijk voetballen, was snel. En ik heb zijn parcours altijd gevolgd. Hij is daarna naar Ergotolis gegaan, ook een ploeg van Maggot. En is hij nu in de Italiaanse vierde of vijfde klasse was het.
We hebben altijd contact blijven houden via Messenger en uiteindelijk hebben we elkaar gesproken. En zijn we tot een akkoord gekomen. Ik verwacht er wel veel van. Het is een goed lakse jongen. En ja, heeft heel veel kwaliteit. Dus ik hoop dat hij zich direct op zijn gemak kan voelen en voor ons het verschil kan maken. Maar ze voelen zich heel snel thuis binnen onze club. Ja, dat merk je ook wel. Hè. Matthias die bijtekent, wil wel zeggen dat hij zich waarschijnlijk goed voelt in de club. Ja, dat is heel typerend eigenlijk hè, voor een jongen hè, van de Limburg. Dat is eigenlijk een beetje een uitzondering in onze politiek, ja, in onze politiek van de club eigenlijk. Maar ja, uitzonderingen kunnen er af en toe wel eens bij zitten. Dus, maar Matthias ja, die geeft zelf aan van, dat hij zich ongelooflijk goed voelde bij ons. En dat hij absoluut wou blijven. En ja, we zijn er heel content van, hè, want ik ben er ook van overtuigd dat wij nog zeker het beste niet gezien hebben van Matthias Schils. Dus ja, heel tevreden mee. Ja, Charles, daar hadden we het net al over. Dat is een flankaanvaller. Was dit jaar ook soms wel wat zoeken. Hè? We hebben dat met Quinten en met Kieron ook wel gezien. Die linkse flank, die, het was even noodzakelijk zoeken. Toch een beetje meer stabiliteit daar terug proberen brengen dit jaar. Alhoewel dat die beide jongens zich daar wel ja, goed bewezen hebben. Ja, ik vind dat Kieron en Quinten het in principe op de linkerflank nog altijd goed gedaan hebben. Dus en de betere periode van Quinten was zelfs als linksback. Dus daar heeft hij fantastische wedstrijden gespeeld. In het begin wordt je dat een beetje kwalijk genomen. Waarom zet je in godsnaam Quinten van Geulen op linksback? Als je de tweede ronde bekijkt, dan weet je waarom. Dus, en dat was deels uit noodzaak en ook uit kwaliteit van Quinten. Dus wat heeft hij goed gedaan? Dus, en Charles is, oké, Erik kent hem dan heel goed. We hebben allemaal beelden bekeken van die jongen. En dat is een spectaculaire speler die op... niet alleen op de linkerflank, die zal in het heel offensieve compartiment zal hij zijn taken kunnen doen. Ja, als we dan even naar de reeks kijken, die ligt nog altijd niet 100% vast natuurlijk. Het is nog even afwachten op wat het eindverdict gaat worden. Maar ze wordt er niet makkelijker op, heb ik het gevoel. Nee, ik denk dat het een moeilijke reeks gaat worden. Dus zaterdag is nog Antwerp-Cerkelen-Brugge in Berlaar. Ja. Dus daar gaan we nog eens even naar kijken, gewoon eens voor thuis weg te zijn. En ja, als Antwerp moest verliezen, ja, dan komen die ook bij ons in de reeks volgend jaar. Dus ja, de reeks gaat heel wat sterker worden. Ook met Houtvenne dat erbij komt, Wezel dat erbij komt. Dus dat zijn toch twee ploegen die ook, ja, Ruppelboom. Overijssel. Overijssel gaat er ook bij komen. Dus ja, inderdaad, de reeks denk ik ook dat heel wat sterker gaat zijn dan dit jaar. Zeker. Verschillende titelpretendenten ook weer opnieuw. Hè? Ja, dat is goed. Dat wordt spannend. Hè? Hè, vorig seizoen was Hoogstraten eigenlijk te sterk. Dat bleek op het einde. Hè? In de winterstop was dat nog niet zo, dan konden we ze nog verslaan, maar uiteindelijk zijn ze gewoon een goed parcours blijven rijden. Maar nu was het echt spannend tot op ja, 3-4 wedstrijden voor het einde. Hè. En uiteindelijk heeft Capelle het naar hun toe getrokken. Kampioen zijn is altijd verdiend, denk ik altijd. Maar volgend jaar inderdaad wordt het, kunnen ze van elkaar punten afpakken. Het is alleen zo, dan moeten wij iets beter staan dan we dit jaar staan. Opvallend was ook die belofteploegen natuurlijk die er dit jaar bij kwamen. Hè. Als je zag, Jong Beerschot halen we 1-6, Jong KV Mechelen 4-6. Daar hebben we het knap lastig tegen gehad, tegen dat voetballend jong geweld. Ja, absoluut. En zeker ja, tegen Beerschot moet je eigenlijk de thuiswedstrijd moet je winnen. Ook in de laatste fase van de wedstrijd krijg je een doelpunt tegen. De wedstrijd op Beerschot, die hebben we het er net over gehad. En KV Mechelen, ja, dat blijft een heel moeilijk te bespelen ploeg. We hebben beginnen natuurlijk een fantastisch resultaat kunnen neerzetten. Na een mindere eerste helft dat we 2-0 achter staan, toch nog in kunnen ombuigen tot 2-3. Dus, maar je bent met die ploegen, weet je nooit op voorhand wie het er gaat spelen. Dat is absoluut geen uitvlucht. Maar tegen KV Mechelen of tegen Beerschot, ze kunnen onmiddellijk 3-4 spelers die vanuit hun kern van hoger kunnen terugzakken. En dan kom je weer tegen een heel andere ploeg terecht. Dus dat is altijd een beetje moeilijk. Maar ik zeg nu, dus geen excuses. We hebben daar gewoon onvoldoende tegen gepresteerd. Ja. Tot slot, laten we toch eens kijken. Frank, is jouw huiswerk al helemaal klaar? Nee, nog niet helemaal. Dus we zijn nog volop bezig. Zoals ik het straks al zei in het begin. Voor ons stopt het nooit eigenlijk, de voetbal. Dus we zijn nog volop bezig. Dus ja, je weet, bij ons zijn een aantal criteria die heel belangrijk zijn voor onze club. En dat is ja, lokale jongens, vooral betaalbare jongens.
wij gaan geen gekke dingen doen. Dat hebben wij in het verleden niet gedaan, dat gaan wij in de toekomst niet doen. Dus bij ons moet het hele plaatje kloppen. Het moet kwalitatief goed zijn, moet lokaal zijn, moet betaalbaar zijn. En ja, dat vraagt extra werk. Hè. Dat is er niet makkelijk op geworden. In die paar jaar, de laatste jaren, als je ziet, ik denk dat we nu ondertussen met misschien 20 spelers hebben gepraat. Soms is de ambitie te hoog voor Liraleers. Ik bedoel, we willen ze hoger spelen, ook begrijpelijk. Soms is de ambitie van de club te hoog. Van ja, ik zou toch precies liever de derde amateur spelen. Ja, en veel te veel financieel te hoog. Hè. Wat sommige andere ploegen nog geven, ja, kunnen wij niet betalen. We gaan dat ook niet doen. Hè. We gaan altijd proberen om gezond te blijven. Dus dat maakt het huiswerk een klein beetje moeilijker. Maar Frank zit er al heel lang in. Die gaat nog een en uit zijn hoed toveren. Ja. Daar hebben we Frank voor, inderdaad. Om daar even dieper op in te gaan, is de rol van makelaars ook in deze reeks toegenomen? Well, eigenlijk bij ons, het hangt ervan af dat je er zelf mee omgaat. Dus bij ons speelt dat eigenlijk zo goed als 0% een rol. Dus makelaars werken bij bijna nooit. Ik denk dat wij, met alle respect, maar voldoende kennis in huis hebben om zelf dingen te regelen. Dus, maar zelfs hetzelfde met Matthias Schils, een uitzondering, dat kan altijd. Maar in principe, makelaars zo weinig mogelijk. Okay. De voorbereiding, die blijft het klassieke verhaal van de voorbije jaren? Ja, de start van de voorbereiding wel. Hè. In elk geval, we beginnen half juli te trainen. En dan hebben wij elke dinsdag en zaterdag onze wedstrijden. En wordt er maandag, donderdag, vrijdag getraind. En de zondag is vrij. Dus dat is altijd de eerste 3-4 weken. De ploeg waar we tegen moeten spelen, als je dat bedoelt, dan denk ik het wel. Dat min of meer hetzelfde parcours zal zijn. Alleen komt er nu, denk ik, Beveren bij. Ja. He, omdat die dezelfde link hebben met onze club. Ook met de supporters, hè? Een beetje die daar ook mee spelen in de club. Lijkt me wel een heel leuke partij, omdat die zo in hetzelfde schuitje zitten als wij. Ja, 15 van augustus. Van onder begonnen en terug naar boven, ja, stop. Ja, dat, met jullie, nu jullie de naam Beveren noemen, kennen jullie de Phoenix Trophy? De? Phoenix Trophy. Vertel. Jullie onbekend? Ja. Is eigenlijk een toernooi tussen clubs die allemaal in handen zijn van supporters. Just, en ik weet niet of jullie gezien hebben waar dit jaar de finale gespeeld wordt. Dat zal dan wel in Beveren zijn. Beveren? Nee, Beveren heeft inderdaad deelgenomen aan die competitie. Zijn jammer genoeg niet tot in de finale geraakt. United of Manchester, die jullie ook wel kennen, wel. Dat wou ik zeggen, ja. En die spelen de finale in het San Siro stadion. Oh, zeker. Naar wat ik hoor vertellen, horen wij thuis in die competitie? Is dat niet voor ons? Is dat niks voor ons? Is iets wat bij supporters enorm leeft? Ja, dat zou wel zijn, dat we erin thuis horen. Het lijkt me wel leuk, omdat dat terug naar de basis is van hoe een club geleid moet worden. Hè? En als dat effectief, als je daar moest geraken, ja, dat geeft toch wel een heel fantastische uitstraling. Het is natuurlijk qua planning ligt de competitie zeer moeilijk. Ja. Ja, want als hij in de week is, dan moeten er een paar gaan werken. Nee, maar het is vaak een competitie weekend. Hè. Ja, oké. Okay. Maar iets om mee te pakken? Zeker weten. Ja, absoluut, ja. 100%. Ja, het is wel knap. Dus, want als je dat, zelfs in onze reeksen worden de clubs al overgenomen door andere eigenaars. Dus, en dan kan je veel beter alles in eigen handen houden. En op een heel nuchtere, maar een heel constructief beleid voeren. Ja, want dat is iets wat jullie ook wel hoog in het vaandel dragen. Hè. Laat ons een jaar terug in de tijd gaan. We zijn nu begin juni. Club die in handen komt van de supporters. Het is wel iets fantastisch natuurlijk. Staat bovenaan, hè, Valentijn. Dat is denk ik punt 1. We gaan ons niet gek laten maken door investeerders. We doen het wel op onze eigen manier. Op ons eigen tempo. En het is altijd zeer zo gegaan. Okay, soms zit er eens een knaksje in. Maar we gaan ervoor zorgen dat dat terug omhoog gaat. Schoottijden tegemoet. Ja. Wat supporters zich ook afvragen. Erik, wanneer kan je terug beginnen schoppen? Ja, ik heb nog wel wat werk. Want het is nog... Hij is nog aan het revalideren met zijn knie. Ja, het is nog 12 maanden. Ik heb wat hulp gevraagd. Maar volgens de geruchten, we hebben overal cellen in onze club.
En de cel die verantwoordelijk is voor de Hoge Velde, voor het sportpark, die zegt dat alles in orde is. Dus ik vertrouw die ook. Het is allemaal rond, dus we kunnen er naar uitkijken. De weg ligt er al, dus wie wil kan eens komen kijken al. Het is een mooie tribune waar we nu zitten, maar laten we die op termijn toch maar inruilen voor een echte. Ja, en liefst wat groter ook. En wat minder wind, want... Ik wou zeggen, mijn dak. Het is hier koud. Ja, het is koud zijn in de winter. Ja. Voor het donker wordt, gaan we hier afronden, heren. Ja. Dikke merci voor de fijne babbel. En geniet ook nog een klein beetje van de komende zomer. Super, Valentijn. Goed, Jans. Dank je wel. Goed geregeld.